Ja, wie zijn de mensen die ons land regeren? Daar gaan we deze zomer bij M achterkomen. Ze heeft het uitdijende hoofdpijndossier Schiphol in haar portefeuille en probeert honderden kilometers file te bestrijden. Vandaag bij mij te gast de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwhuizen. Hartelijk welkom. Ja. We gaan meteen even de grenzen over, want er was iets verrassends in Straatsburg. Want daar was de premier, premier Rutte. En hij zei het niet zelf, maar die bleek opeens een Europese Unie-Europa-bekeerling te zijn. Want hij had een pro-Europa-speech en dat hadden we nog niet eerder gehoord. Even naar kijken. Ja, is prima. Let me be crystal clear on that point. Ours is a union of laws and values. Membership of the EU is not a statement of intent. It means opting unconditionally for freedom of the press, an independent judiciary, legal certainty and all those other democratic achievements that bind us together as a community of values. It's literally part of the deal. When you are in all the way. Ja, het is toch een beetje alsof je een symfonische rockster in Rutte ontdekt. We wisten niet dat het zo'n pro-Europeaan was. Nou, ik hoor eigenlijk niks nieuws, want dit zeggen we eigenlijk gewoon al heel lang. En ik zag daar al mijn oud-collega's zitten, want voordat ik minister werd, zat ik in het Europees Parlement. Dus eigenlijk nou, heel herkenbaar, ja. Heel goed. Maar is het niet een beetje ook een goed bewaard geheim? Want ja, misschien vanwege andere belangen was Rutte ietsje terughoudender als het ging om Europa. En dit is toch wel een andere toon. Nou, hij heeft in dezelfde speech ook wel de kritische punten weer laten horen. Hè? Dat we toch ook niet ons bezig moeten houden met allerlei dingen die je prima in je eigen land kunt oplossen. Ook wel even weer aangedrongen op financiële degelijkheid, stabiliteits- en groeipact. Hè? Andere landen moeten zich ook aan die regels houden. Dus volgens mij is het gewoon een gebalanceerd beeld wat we eigenlijk al jaren uitdragen. En misschien een beetje een stiekem sollicitatie richting Europa? Nee, hij heeft echt ambitie? Gezegd dat hij die ambitie niet heeft. We hebben zo'n fantastische, leuke, nieuwe club. Ja, nou, het is wel grappig dat in de ministerraad eigenlijk iedereen nieuw is. Dus je begint met z'n allen iets op te bouwen. En dat vindt hij ook superleuk om daar leiding aan te geven. Lijkt een beetje alsof ik Margriet Brandsma hoor over Duitsland. Het zit wel snor. Ja. We hebben iets gemeen. Wij komen beide uit Ridderkerk. Ja, daar ben ik geboren. U bent er geboren, ja. De rivier over Nieuw-Lekkerland. Het bestaat echt. Oh, mooi. Ik dan vandaan. Fantastisch. Maar uiteindelijk opgegroeid in Ridderkerk. Ja, ik ben er niet echt opgegroeid. Dat is dan weer, hè. Ik heb er maar kort gewoond. En daarna naar de Veluwe en daarna Utrecht. Maar nog wel herinneringen aan Ridderkerk? Nou, heel weinig. Er zijn al meer wat je vaak hebt dat je denkt dat je het nog weet, maar het zijn eigenlijk de foto's. Het is een beetje een niksig dorp, hè? Dat vinden de Ridderkerkers helemaal niet leuk, maar we kennen het vooral van de files. Aha. Ja, nou ja, dat... Kijk, ik ben daar geboren boven een garage. Garage Bestebreurtje. Ja. Dus misschien dat daar ook de liefde voor en interesse in verkeer en transport al door die geluiden al in de wieg is ontstaan. Nou ja, dat is wel de vraag. Want moet je iets met het ministerie hebben, met wegen, met vliegen, met die handel om ook minister van Infrastructuur te zijn? Ik denk dat het wel helpt. Ja, als je er helemaal geen interesse in hebt, dan heb je er ook geen feeling mee. Ik bedoel, toen ik Kamerlid was en sociale zaken in portefeuille had, ging ik ook naar het Truckstar Festival om daar die vrachtwagens allemaal te bekijken. Terwijl dat redelijk in een zijpad van de portefeuille zat. Het valt me wel op dat het vaak vrouwen zijn. Het ministerie is wel eens gewisseld van naam. Maar veel vrouwen zijn de baas geweest van dit ministerie. Is dat toeval? Ik denk het wel. Ik kan niet echt een reden bedenken waarom dat nou specifiek... Ja, het is een hele waslijst, ja. Het zijn ook een aantal VVD'ers. CDA, Kroes, Annemarie Jortsma. Wie zat er? Carla Pijs, CDA. Hanje Maaijwegge, CDA. Ja. Met Hanje heb ik nog in het college gezeten. Netelenbos, natuurlijk PvdA. Dus ja, we hebben wel van alles wat gehad, ja. Ja. En dan nog één vraagje, en dat gaat over Schiphol. Want ik merkte dat u daar zich een beetje over opwond. De nieuwe baas van Schiphol zei dat, of de nieuwe baas van Schiphol moet een man worden. Ja. Dat kwam uit de gelederen van Schiphol. Als je dan hier naar kijkt, denk je van nou, wij zijn eigenlijk daar veel beter in. Nou ja, ik vond het ook bizar, omdat er werd gesteld van we hebben al een paar vrouwen, dus dat hoeft niet meer, weet je wel. Nou, dat vond ik echt wel zo'n belachelijke redenering. Want dat zeg je ook niet als er ergens al veel mannen zijn. Dan zeggen we ook niet, goh, we hebben al een paar mannen, die doen we even niet meer. Dus meteen even het paaltje geslagen. Een raar idee. Ja. We hebben hier een tableau geschetst en daar gaan we eens even vrijelijk in shoppen.
van boeken, films, de dingen die u hebben geïnspireerd. Ja. Laten we beginnen met La Vita e Bella. Ja. Is hier een Italiener die Deutsch spricht? Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ja. Ja, het is een intens treurige film. Ja. Maar er zit ook lichtheid in door dit verhaal. Dat de vader het jongetje beschermt. En eigenlijk doet alsof het een soort Wie is de Mol is. En het is een spelletje. Ja, en maakt er een spel van. Ja. Ja. Waarom spreekt u dat zo aan? Nou ja, ik denk dat je deze film niet kunt kijken zonder te huilen. Tenminste, dat is mij nog nooit gelukt. Terwijl die al heel vaak op tv ook is geweest. Het laat het mooie zien van de kracht van liefde. Dat je als ouders voor je kinderen eigenlijk ze alle ellende wilt besparen. En dat je in zo'n extreme omstandigheden dat nog op kunt brengen om een soort toneelstuk voor je kind te creëren. En ook op die manier zo'n kind nog in veiligheid te brengen. Dat vind ik wel ook ontzettend mooi. Dat in de meest zware omstandigheden mensen er ook altijd toch nog weer iets van weten te maken. Ja, kijkt u hem daarom ook vaak? Nou ja, hij is vaak rond 4 mei ook op tv. En dan vaak denk ik dan van tevoren van, nou, ik ga niet weer kijken. Maar als ik dan toch kijk, ja, dan als je eenmaal eraan begint, dan pakt het je toch altijd weer. En dan eindig je weer helemaal in een... Ja, waar u ook vaak naar gaat kijken, dat is het volgende. Feyenoord. Ja. Onder de rook van Rotterdam toch Ridderkerk. Ja. Ben je misschien automatisch voor Feyenoord? Ja, ik denk dat het wel... Het Feyenoordgevoel zit wel van binnen, hoor. Dan gaan we dat even oproepen. Kom maar. Ja. Feyenoord op jacht naar de 15e landstitel in de geschiedenis. Daar gaat de bal in de richting van Kuyt. De Wieri glijdt weg en Kuyt kan het al heel snel doen. En doet het! Kuyt doet het! Super. Zat u er? Ja, ik zat er. We hebben seizoenkaarten, dus... Altijd naar de Kuip als ze spelen? Ja, of ik moet enkele keer ziek zijn of iets heel bijzonders hebben. Door de weekse wedstrijden wil nog wel eens lastig zijn met het werk natuurlijk. Maar anders dan zitten we allemaal met vertrouwde mensen. Maar probeer eens te omschrijven. Wat is het Feyenoord gevoel? Ja, het klinkt heel raar, maar het is misschien ook een familiegevoel. Je kent al die mensen om je heen in het stadion. Je deelt met elkaar diezelfde passie. Ik ben ook al langer lid van de supportersvereniging van Feyenoord dan dat ik van de VVD lid ben. Nou ja. Weet je, het is gewoon een deel van je leven. Maar ook helemaal uitgedost? Ook met sjaaltjes? Nee, wel eens een sjaaltje. Ik heb natuurlijk ook wel... er is een heel leuk filmpje op YouTube. De Feyenoord, la 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 la. Nou, daar zitten dus allerlei... mensen die allemaal Feyenoord-attributen hebben. Dat heb ik ook. Ik zing dat liedje dan niet. Maar ja, ik heb wel alles zo'n beetje wat je kunt bedenken aan sjaaltjes, shirtjes. We gaan dat filmpje opzoeken. Ja. Maar we gaan ook naar een ander filmpje. Dat is het laatste. Dat is De Staat. Ja. Daar staat u tussen. Ja. Best wel vaak. Ja, ik denk dat ik een keer of 6, 7 live heb gezien. Ja. Ik heb wel eens één keer ook tegen ze gezegd, volgens mij ben ik een van jullie oudste fans. Ik ging een keer zo'n shirtje kopen van hun. En toen zei ze, is die voor uzelf? Weet je wel? Zo. Want, ja. Nou, dat is wel heel raar. Maar draait u ook mee in dat rondje wat dan ook wel? Met de Witch Doctor, ja. Echt waar? Ja, why not? Oh, geweldig. Ja. Nou ja, en misschien, want ik vind het ook wel heel erg leuk dat het een Nederlandse band is. Ook weer niet zo bekend. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hè? Net als My Baby. Misschien die dan ook nog even pluggen. Ook een super gave Nederlandse band waarvan ik denk van, ja jongens... Ja, maar ik vind mogen het ook bemoedigend dat ministers lekker staan te hossen op de staat. Ja, ik vind het en een fijn bij Feyenoord idee. Zitten. Ja. Vind ik ook leuk. U was gisteren jarig. Ja. En ik heb ook gelezen dat er worstenbroodjes worden uitgedeeld in de ministerraad. Ja. Ja. Dan dacht ik, ja, wat moeten wij dan doen? Natuurlijk nieuwe haring! Oh, kijk eens even. Ja, oké. Okay.
Nou. Dat gaan we even proeven. Lekkere Hollandse sneeuw, hè? Ik dank de minister. Veel succes. Dank je wel. Ga maar lekker proeven. Dan loop ik alvast naar de moeder. Ik neem er eentje mee. Oeh.